Ja, menar du erdoor. Lukt er iets fout, lossen we het op. Als je een tekst kwijt bent, lossen we het op. Je moet dat donderdag ook moeten doen. Dus we gaan niet stoppen en niet zeggen we doen het eens terug. Als het nodig is dat series verschrikkelijk in de soep draaien, dan doen we die achteraf nog even terug. Maar dus nu is het echt belangrijk om te timen, ook met die eerste keer met projectie te kunnen werken, ook de eerste keer met licht te kunnen werken, dat we gewoon doorgaan en dat we een klein beetje een idee krijgen, duurt het nu langer of minder lang, het zal wel langer zijn. Maar ja, dat hoop ik van niet. Dat is wat het belangrijkste dat ik wil zeggen. Het is een andere locatie, het is een beetje raar allemaal, maar we hadden toch gewoon moeten worden. Dit wordt ons huis de volgende dagen. Heb gewoon er plezier in. Doe dat gewoon en denk eraan van in het begin af te concentreren en snel zijn. Snel, ik bedoel, achter de doeken gaan staan. Uit de doek komen, uw verhaal vertellen, terug weg, muziek allemaal op elkaar fit. En dat wij niet kunnen volgen, dat zou fantastisch. Oké, Sylvia. Ik hoop dat iedereen een beetje zicht heeft op de wisselkostuums. Alle wisselkostuums liggen nu achter de doeken. Ze zijn genummerd van 1 tot 28, waarbij dat eigenlijk vooral de bewegers helemaal van achter liggen. Eigenlijk alle bewegers, ja, ik weet niet of je het allemaal gaat checken, ik ga het niet op een rijtje doen. En daarachter komen de gidsen. Allee, de gidsen staan iets meer daarvoor. Er is een schminktafel, die gaat er ook zijn de volgende dagen. Maar is de schmink voor de wissels. Namelijk alle mensen die eerst heel bleek zien en dan daarna voor volgende scènes serieus wat opgefrist moeten worden. We gaan de eerste opkomstkostuums allemaal aandoen. Oftewel donderdag nu in het Paradies Centrum.
begin was het woord en het woord was hier. 30.000 jaar voor Christus, in het plein glaciaal, was het hier koud, ijzig koud. In het begin was het hier absoluut niets, alleen donker. En toen klonk er een luide knal. Antwerpen aan Verpian. Hetgeen u nu op dat scherm zou moeten zien, maar dat Antwerpian, voilà, is niet op één dag gebouwd. De Romeinen kwamen en ze stichten Calours, Turmini, Deurne. Ze bouwden en ze verwoesten. Merovingers, Noormannen, Franken, allemaal verwoesten ze. En bouwden ze. Maar één ding werd nooit verwoest. De Aijendijk, opgetrokken uit de eigen aarde en grond om de overstromingen en de moerassen te overbruggen. Ik moet in die spot blijven staan. Te overbruggen, ja. En de prille stad Antwerpen te bereiken.
weet niet of ik niet snap. Goed. Te overbruggen. Blablabla. En toen kwam de heilige Willy Broertus. En die liet zijn oog vallen, dat was 700 na Christus, op deze morselgrond. En dat werd de kern, het begin van deze wijk. Maar mijn collega's gaan u dat ongetwijfeld schitterend uitleggen hier in deze studie. Antwerpen was ommuurd door dikke, imposante stadswallen. De Antwerpenaren voelden zich veilig achter deze grenzen. Maar extra muren, buiten de muren, buiten de muren dus, ging het vaak veel grimmiger aan. We vertelden al dat Willibrordus zo'n 700 jaar na Christus hier een kleine nederzetting neergoten. Een kapel met wat schamele huisjes rond. De kapel werd een kerkje, maar werd snel verwoest door de loodje. Het kerkje werd verwoest en na de oorlog gelukkig weer opgebouwd. En zelfs veel groter gemaakt. Zo waren er in vele kleine en grote kerkjes alvorens de wijk deze mooie kerk bekwam. Ja, in deze kerk stotteren we. De populariteit voor dat belt groeide en groeide. En de parochie en de processiegangers, die kwamen ook veel meer voor dat belt. Toen het een beetje waliger was in deze contraien, verhuisden ze terug naar de Sint-Willibrorduskerk. En de parochie en de processiegangers volgden het. Elke zaterdag vertrokken mensen van intramuros. Binnen de muren? In hun schichte kleren, in het hoofd van de nacht, richting Sint-Willibrord. Extramuros. Oortemuros. Het was een wekelijkse karavaan, men noemde hen dan ook de caravanisten, die voor dag en dauw via de Rode Poort en een beeldentjesweg hier kwamen om hier onze lieve vrouw, troosteres der bedrukten, te aanbieden. En ook een beetje om aflaten te verdienen. De paus had beslist dat hij aflaten te verdienen. Thank you.
stad, wij zijn ook van de wereld. Dat wil zeggen, Richard en ik, wij hebben al veel gereisd en veel gezien. En daarover brengen wij een voorgebeurde historie. We zullen beginnen bij het eerste couplet. Ging op de zondag onder vlot, ontdooit en in die schoenen lot. Ik wil niet jaren alleen maar missen, ik niet wat gebreid. Stond een smaltuig in de warm met de schoenste en dikste aller pijn. Die een bruut uit Gelderland!
overal. Van de Pothoek tot Stuivenbeek. Voor wij ons verschansen, schieten ze ons op Vlaarden. En vandaag al twee kameraden dood, hè. Eén is zwaar gewond. Wel, houden we dat niet langer, hè. We gaan ook nog niet aan de stadswal. Watjes! Wat had je dan gedacht? Dan vindt men aan je de poorten zouden opengooien en zeggen: hier, ons goud, onze vrouwen. Zo simpel gaat dat niet. Maar de wijnkel van de pastoor is nog een keer. Wie was er nog bij de verloving van Den Haag? Dat was toch een makkie? Waar de buren hebben de stad veroverd en de graaf van de begon een klein paradijs. Dat bloeide en groeide. Bloemen, planten, groenten. Dat fladderde en zoemde van alles. Geuren, kleuren. En dat grazen koeien, geiten, schapen. En je had daar ook grote en chique hoven van plezant. Waar de heren van de buiten,
omdat zij enkel wortels kweekten. Want je kon je geen groente indenken of ze groeiden niet aan de oevers van de potvliegvallei. Die ze uitstalden op hun rijkelijk gedekte tafels. Er waren verschillende soorten met prachtige namen, zoals toertjes, peertjes.
de molenaars te samen bij een groot bakker. Zo zou je de slagers van Haaienberg voor je vlees- en pijncharcuterie van de inwoners van Antwerpen. Verse tomaten. De koebeesten graasden op de zompige weide van de dreef. En als het tijd was om te slachten, stuurden ze gewoon terug de dijk op. Maar hygiënisch was dat niet. Stromen bloed gulpte en gutste door de straat. Maar er is nog wel een probleem met die properheid. Ja, de ruiken, die kosten beroemden op hun dienst die dat de badkamer aan ons brachten met hygiënisch fris water. Maar de gewone mensen en de armen, die moesten doen met een gewone poep op straat. Stad investeerde zelfs in openbare zwembaden. Niet om kampioenen te krijgen, hè? Nee, om ervoor te zorgen dat elke Antwerpenaar elke week een bad kon nemen. Toiletten waren er alleen in rijke Brusselse huizen. Ja, over de weerputten werd gewoon een plaat gelegd. En dan kwamen daar de karren, de stortkarren van de mestpas. Die rondrijden om die mesttoep af te halen. Nou, dat kan niet anders, hè. Of ziektes hebben we niet meer zo doen. Vijf cholera-epidemieën zelfs. Met duizenden doden. Ja, dat kwam een ziekenhuis. Opstaan! Afgekocht van de Hollanders!
De Spaanse wallen die werden dus gesloopt. En in de plaats kwam er een nieuwe verdedigingsgordel, ver van het centrum, waar nu de ring ligt. Duizenden arbeiders kwamen op deze gigantisch openbare werk af. De werf van de eeuw. Gelukzoekers uit Waasland en Kempen of Veenig. Velen onder hen werden nieuwe Antwerpenaren. En al die mensen moesten wonen. Dus heel de ruimte tussen de oude en de nieuwe wal werd verkaveld. Het groen, de akkers, de hoven, dat verdween allemaal. Bouwwoede en speculatie, dat tierde weer. De stad explodeerde. En daar kwamen dan ook nog eens al die gelukzoekers bij die naar Amerika wilden. De emigranten. De Red Star Line verkocht de tickets, maar niet iedereen was fit of gezond genoeg om op die boten te geraken. Noodgedwongen bleven zij achter. De losers. Velen onder hen werden ook weer nieuwe Antwerpenaren. Landverhuizers, reizigers, zeelui. Onze wijk is een echte Antwerpenwijk. Thank you.
tempo volgebouwd. Binnen de nieuwe intramuros. En het draaide niet alleen om bakstenen. Het was ook een groene revolutie. En voor het eerst in de geschiedenis van Antwerpen werden naar Parijs model brede lanen met bomen aangelegd. Echte boulevards, waar de rijke Antwerpenaren op zondag en feestdag kwamen flaneren. En nog minder baksteen en kassei was er in het stadspark. Daar werd een echte vijver aangelegd. Het was de tijd van de Belle Époque. Thank you.
deksel van hier. Vooruitgang! De haven groeit! De industrie! De vervuiling. De potvliet wordt te vuil. Ja, maar op een andere manier op de plek en de kaarsenfabriek in de buurt van de Kroonstraat. De moesie! De mensen dachten dit was brandweer. Maar nee, José! Het paradijs van Estramuros was niet verdwenen. Afval, steen en industrie kwamen in de plaats van weiden, tuinen, heldere beken en fladderende vlinders.